Na, hun forlater Xuxiang, ligt daar achter. We gaan weer een dagje wandelen op naar Kagbeni. We blijven de rivier volgen en verwachten een uurtje of 4-5 nodig te hebben om Kagbeni te bereiken. Bim die had een shortcut genomen. Ja, I'm fine. Het wel hard, ja? Ja, het is hot today. Het wel zon zijn, ja? Ja. Maar het hier te wel eens aan je, jatting dit niet hoor. Had je? Jatting, jatting wel eens aan. Hold on. Jatting, jatting hoor. Hier. Appels van de appelfarm, made by Bim. Dat is weer pittig met uw weertje erboven, hè? Kleine pauze bij Apple Farm. Nou, het is weer gezellig in de Mustang. Wind, muziekje erbij. We hebben een elektricien opgepikt. Die had een klusje. Die gaat nu weer te voet terug. De wind begint weer een beetje op te zetten. Dus de doekjes voor het stof. En you never walk alone, hè, zullen we maar zeggen. Nou, dat zingen van jou is ook maar achterwege laten. Dat zingen is ook maar achterwege laten. Huh? Huh? Oh ja. Kijk, en als de jeep vol is, gaan we gewoon bovenop zitten.
Ja. Kijk, hier hebben complete heuveltjes die naar beneden komen met kiezeltjes die uit de bergen vallen. Moeten we zijn, Kagbeni. Thank you.
was. Die hangt hier te luchten en te drogen. En nummer 4 is ons kamertje in Kagbeni, in de Paradise Trekkers Lodge. Nou, zo ziet het eruit. Zo ziet het eruit. Hier. Nou. Even laten zien, want verder slapen altijd. Planken met een matras. Maar onze ruggen die zijn daar voor het bestand tegen. En hier hebben we een heel nette badkamer. Douche. Toiletje. Fris raam open. Dus wij... klagen niet. Windwarming. Ja. We gaan op pad. Even een smeetje, want het is een beetje hier is nou, we zijn bij deze monasterie al eerder geweest. We gaan nu kijken of we een bezoekje binnen kunnen brengen. And tomorrow you can see our way. Er is ook weer een paar stupas geplaatst. Alles staat hier in teken van gebeden en bidden. Dit is de achterkant van de monasterie.
een pleintje midden in het oude stadsgedeelte. Hier wordt het regenwater afgevoerd. Dat komt dan op het plein terecht. En mensen moeten zijn was hier op centrale plaats doen. Hooi ligt erop geslaan. Je kunt de constructies een beetje volgen hier. Hè. Alle stenen met modder ertussen. Zo ziet er een slot van een deur uit. Namaste. Namaste. This one we saw. Had jij een lekkere cappuccino gehaald? Ik had een lekkere cappuccino bij de Jack Donalds. Ik heb wel eens laten zien. Paar druppeltjes regen.